Juan Heijsen. Juan Heijsen. Je bent een kunstenaar. Ik ben een kunstenaar, ja. En hoe bent u op die idee gekomen om aan zulke kunstwerken te gaan beginnen? Ja, ik ben heel lang bezig met kunst. En ik presenteer nu hier nieuwe collages en schilderijen. Mm-hmm. En het thema is ja, een beetje niet zo vrolijk, maar het zijn werkjes van de laatste tijd. En ik gebruik veel materiaal die al een keer gebruikt is. Dus je hergebruikt spullen om iets nieuws te vangen? Ja, en dat is dus wat je ziet in mijn collages. Mm. En zijn al papier of doeken die een keer zijn gebruikt door anderen. Mm. En daarop zoek ik mijn eigen beelden. En ik gebruik veel materiaal die restant is van andere activiteiten. En zo kom ik op deze nieuwe beelden. En hoe lang zit u ongeveer al in deze vak? Oh, ik was heel jong toen ik besloot kunstenaar te worden. Maar in Nederland zijn tenminste één of twee perioden geweest waar ik totaal iets anders soort werk ging doen. Dus geen kunst, maar andere projecten in de stad. Maar in de laatste tijd ben ik teruggegaan naar kunst, naar schilderen. Mm. En hoe voelt u erbij als u bijvoorbeeld zulke kunstwerken maakt? Zoeken, ontdekken, beelden die uiteindelijk de beelden worden van zo'n schilderij. Mm. Ik probeer te werken zonder een plan, zonder een eerste idee te hebben van wat ga ik doen. Ik zoek spontaniteit, reageren op wat gebeurt op een doek of papier. Mm. En naarmate ik werk, komen beelden te verschijnen. En zo kom ik op deze schilderij en collages. Zijn die brokstukken, waarom? Als ik vraag. Ja, brokstukken, omdat het komt van het idee van recycling, het hergebruik van materiaal. Ik pak van alles wat ik kan vinden, stukjes krant, oude materiaal die al een keer is gebruikt, doeken, papier, foto's, verf die gewoon niet meer te gebruiken is omdat het over de datum is enzovoort. Dus ik gebruik veel restanten van alles om nieuwe beelden te maken met mijn dromen en verhalen en pijn. En het zijn uiteindelijk voor mijn gevoel brokstukken die ja, een realiteit, ja, precies, een realiteit vertellen.